Om 8:30 rennen de leerlingen van basisschool De Regenboog naar de klas. Want niemand minder dan Bram van der Vlucht komt voorlezen. En voorlezen is niet alleen leuk, Bas die leert er ook nog eens wat van. Taal, je spreekt en ja, dat je ook een beetje snel kan lezen. En die moet hier tussen zitten, een paard in de tuin. Juf Sonja is al maandenlang bezig met het organiseren van de voorleesdag. En het was niet makkelijk om zomaar even een beroemdheid voor de klas te krijgen die ook nog eens goed kan voorlezen. Bram van der Vlucht is natuurlijk een knaller. Ik denk dat die man heel goed kan voorlezen. Hij heeft zich ook heel goed voorbereid. Ik heb veel contact met hem gehad. Hij wilde gewoon een spannend, goed verhaal wat boeit bij groep 8. Schalde de stem van de roekeloze kapitein over het dek. Heist de zeilen! Bram van der Vlucht is blij dat hij een steentje kan bijdragen aan deze dag. Hij weet de kinderen van begin tot eind te boeien met zijn verhaal over de Vliegende Hollander. Bas zou later ook wel zo willen voorlezen. Ik vond dat hij goed voorlas. Hij sprak goede intonatie en keek ook goed de klas in. En wat vond je van het verhaal, De Vliegende Hollander? Ja, best wel spannend eigenlijk. Golven. En door allerlei tegenslagen had hij de afvaart al enkele dagen moeten uitstellen. Ook juf Sonja heeft genoten van het verhaal van Bram. Door veel te lezen worden de kinderen steeds beter in taal. Het is ook heel goed voor hun taalontwikkeling, om de woordenschat uit te breiden, de fantasie te prikkelen. Wild joeg de storm landinwaarts. De hele week wordt er nog voorgelezen op school.